Hoi, ik ben Frank. Ik ben 18 jaar oud, woon in Kampen en zit in mijn laatste jaartje van de opleiding Sociaal Cultureel Werk. En ik ben Sander, ik ben 17 jaar oud. Ik zit op 5 VWO, ik ga naar het Zuiderzee College in Emmeloord. Ik woon in Lemmen. En samen zijn wij Team Berggeiten. Als Team Berggeiten doen wij mee met Tour de ALS. Tour de ALS is een evenement dat wordt georganiseerd door ALS Stichting Nederland. En het houdt eigenlijk in dat wij van de zomer op 7 juni met heel veel andere racefietsers de berg de Mont Ventoux zullen beklimmen in Zuid-Frankrijk. En de bedoeling van deze tocht is dat wij geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte ALS. Nou, waarom doen wij mee met het evenement? Vorig is de ziekte ALS bij mijn vader geconstateerd. En het is een ziekte waar nog geen behandeling voor is. Het is dan ook een wens voor mijn vader dat er in de toekomst onderzoek naar gedaan kan worden, zodat mensen die ALS hebben toch een kans krijgen. En dit is voor ons de gelegenheid om deze mensen vervulling te laten gaan. Nou, hoe kunt u ons helpen? Het is de bedoeling dat elke fietser 1500 euro bij elkaar fietst. Die 1500 euro staat symbool voor de 1500 ALS-patiënten in Nederland. En dat betekent dus dat wij als Team Berggeiten met z'n tweeën 3000 euro bij elkaar moeten fietsen. Nou, hier hebben we net Sander en Frank horen praten over hun wens om mee te doen aan de Tour du ALS. En ik kan alleen maar zeggen, goed idee jongens, ga zo door. Het moeilijke is dat nog steeds geen adequaat medicijn is gevonden en door veel geld op te halen voor onderzoek proberen ze het mysterie, het raadsel achter de ziekte op te sporen. De Tour du ALS is een van die initiatieven die zijn genomen om geld voor onderzoek in Nederland en ook daarbuiten op te halen. Steun Frank en Sander op weg naar de Mont Ventoux. Merci beaucoup.